Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. We zijn weer op zaterdag aanbeland en ik wens jullie allen een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En we leven vandaag op de 25e augustus. En het is al 2:02. Ik ben al bezig geweest in de tuin met aarde, met potaarde. Ik heb een plantje overgepot omdat hij helemaal verzopen was. Niet door mij. Ik heb hem 2 keer water gegeven in al die tijd dat ik hem heb. En één was dat die aarde drijf door nat. Dat was van die. Van deze witte. Nou, dat vind ik zonde. Dus ik heb hem even nieuw aarde gegeven. Geen water, want de aarde was ook knap vochtig. Dus ja, dan laat je het maar. Ik vergeet het klepje weer eens een keer open te doen, zodat ik mezelf kan zien. Zo. Maar in ieder geval, ik zag juist, nou is wat lichter, nou is het wazig, ook dat. Ja, dat zijn we. Maar in ieder geval, ben ik met een bakje koffie bezig. Ik heb dorst. En het regent iedere keer. En het, ja, ik heb nog geen regenbogen gezien, maar het zonnetje schijnt en het regent steeds. Ja, leuk hè? Hé hey, meisje. Hallo. Hallo. Oh, draai je hoofd nou om. Nou hoor, dat is niet leuk hoor. Hé. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ze zijn allemaal binnen. Waarom weet ik niet. Maar het zal. Dat is die rode. En de blauwe. En mevrouw? Ja. Dus ja. Mijn vader heeft in de tussentijd ook gekookt. Dus ik zal het opschenken. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En geniet van deze gloednieuwe vlog. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Nou, meneertje daar heeft er zin in wat, dus die is een pak maar eens een keer een pleeg eten. Ja, en ik heb mijn mobiel, mijn camera nu geheel anders vast. Die heb ik eigenlijk niet eens hier vast, laat ik het zo zeggen. Ik heb iets anders vast waar die in staat. In vast staat. Met daar een lamp bij. Ik zal hem zo meteen ook even laten zien met mijn andere oude camera die ik van Karin nog over had gekocht. Daar zal ik mee laten zien hoe het er nou uitziet. En zo kan die ook nog eens een keer op de statief staan. Ja, maar ik heb hem nou gewoon in mijn hand. Dus geweldig! Ja, ja! En hoe moet ik het nou ook weer hebben? Te verdenken. Ja, dan ga ik er voor langs. Ja, zie je, ik moet even weer denken. Ja, klepje omhoog, dat zit aan deze kant hoog. Sorry. Klepje omhoog. Dan moet ik hem omdraaien naar mezelf toe. Zo, en dan heb ik hem gewoon aan die houder vast. Ja, helemaal geweldig. Lamp is natuurlijk uit. Het is nou licht, dus het hoeft nou niet. Maar het is helemaal geweldig. Ik mijn hand er nog doorheen doen, want het is lus. Zo. Helemaal geweldig dus. Ik laat het jullie zien. Dus ik ga hem nou even uitdoen en de kaart eruit halen. Want die moet in mijn andere. Ik heb nog niet dubbele kaart. En dan laat ik het jullie zien. Ja, dat doen we. Zo zeggen. Tot later. Tot straks. Tot zo meteen. En zo ziet hij er nou uit. Ja, zo ziet hij eruit. Hier op een hele mooie houder. Met een lus. Vingergrepen en dan kun je zo jezelf filmen en anders dan draai je hem om. Ik wil allemaal heel voorzichtig doen, want ik heb natuurlijk een soortje ringen om. En dan doe je even wachten, even het klepje naar beneden, dat kan ik niet laten zien, zo. En dan ga je hem zo en dan ga je van andere dingen filmen, wat je ook maar wilt.
Ja, dus ja, hoe doe je dat, hè? Zo doen we dat. Nou, helemaal geweldig. En dan kan hij nog op de grote statief staan. Ik zou het me niet op een kleinje doen, want dan valt hij om, want hij is topzwaar. En dan kan ik ook nog... die doen we weer even uit. Zo. En dan kan je die indrukken en dan kan je hem recht doen. En dan kan je hem desnoods zo in een tas opruimen. Maar ik zeg dan niet doen. Haal je camera eraf. En je lampje eraf. Je lampje er ook afhalen. Dat kan door middel daarop. En dan, ja. Eind van de maand komt er nog een cameratas erbij. Met allerlei verschillende vakjes en dingetjes en datjes. Nou, en zo zet ik hem dan weer even neer. Maar ik vind dat een beetje wankel. Dus ik leg hem neer. Nou, en dit is het knopje. Hij staat nou op off. Kun je oplossen, want hij is uit. En dan is dit hoog. Nou, kijk eens wat een lichtbundel. Ja, en dan schuif ik hem weer op off. En dan schuif ik hem op low, dat is laag, en een kleine lichtbundel. Dus ja, helemaal geweldig. Hij werkt op 3 batterijen, dat kan Hero in. Gewoon hele kleine, van die hele dunnetjes, hoe noem je dat? Hup, kijk. Die zitten erin. Maak ik nog weer reclame ook. Foei, foei, foei. Ja, en ik word er niet voor betaald hoor. Nee, ik word er niet voor betaald. Nou, en dan zal ik hem zo ook eventjes op de statief gaan zetten. Ik zal hem even neerleggen, vind ik toch wel vertrouwelijker. Ik heb dus een hele mooie statief. Velbon of zoiets. Ja, velbon. Nou, ik zet jullie eventjes op de tafel neer. Hier ook, op de salontafel zet ik jullie neer. En dan hoop ik dat jullie alles kunnen zien, want het is de oude camera. Die ik van Karen heb overgekocht. De Coolpix Nikon. En ja, ik hoop dat jullie het zo duidelijk kunnen zien allemaal. Even het knopje eruit. Zo. Ja, 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 ja. Nou, voilà. Even op mijn bureau leggen. Blijven leggen. Zo. Nou, dan haal ik dat zo. Hierop heb je klemmetjes. Die kun je zo doen. En dan haal je ze naar beneden. Doe je hem weer dicht. Werkt gewoon ideaal met klemmetjes. Een kind kan de was doen. Hup, hup. Oh, zo vroeg. Ja, ik met mijn artrose. Oh, gaat moeilijk. Soms. Nou, draaien. Hup, hup. Hup. Komt u maar. Weer dicht. Weer dicht. En zet maar neer. Nu moet ik even kijken hoe ik hem heb. Nou, hierheen. Hoog. Hierheen een, hoe noem je dat? Ik zal hem even anders neerzetten, want die zit met het licht van de deur, van buitenaf. Hiero, die kun je draaien. Zo draai je hem vast. Zo draai je hem los. En dan kun je hem kantelen. Draai je hem weer vast. Nou, dan ga ik naar de tafel toe. En dan zet ik die hele hebben houden hier bovenop. En dan moet ik hiermee aandraaien, logisch. We zien dat wel. Oh, dat werkt allemaal zo lekker met één hand. Maar in ieder geval, dat stellage gaat erop. Dus ik zet jullie nou hier neer, als het tenminste wil. Nou zitten jullie scheef, haha. Zo, ik zal even zelf kijken of wat ik zie.
Ik zie die statief staan. Dat is geweldig. Mooi. Dan ga ik er weer naartoe, want ik heb misschien hoe ik het hebben moet. Ik ga er even zitten. Even kijken, ja, zo. Zo neer. En zo opgedraaid worden. Nee, nou draai ik het niet. Welke kant moet je dan in vredesnaam omdraaien? Wat verdikking. Ja, die kant op. Geloof ik. Dan merk ik het wel, ik moet toch strak. Zo, kijk. Nou. Kijk eens aan. Zo moet ie. En niet anders. Nou, dan kun je natuurlijk ook weer hem losdraaien. En het is maar net wat wil je doen, in welke hoek, etc. Moet hij naar beneden? Ook dat kon geloof ik toch weer, weet ik veel. Hij kan in ieder geval... oh ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Kijk eens aan. Het is maar net hoe het moet, maar ja, normaal zou ik zeggen, dat is meer foto's maken. Ja, dit is ook, is dat toeschreven, zo. Zo. Zo, moet ik. Nou. Toch super? Of niet dan? Ik vind hem helemaal geweldig. Oh, sorry. Ja, zo hoort het allemaal. Nou, ik vind hem geweldig. Toch? Ik ben er blij mee. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder nog van jullie middag wat er nog van over is. Want het loopt tegen 17:24. Dus ja. Ze zeggen, geniet er nog van en voor straks smakelijk eten.